Goedemorgen allemaal. U bent bij het webinar Kerninstrumenten van de Omgevingswet. En vandaag met een focus op het instrument programma. Mijn naam is Selma van Velsen. Ik ben werkzaam voor het programmadirectie Eenvoudig Beter. En doe daar vooral instructieregels. En dat zijn regels waarmee overheden instrueren, dus met name provincie Rijk, instrueren op lagere overheden. Dat klinkt altijd een beetje flauw, maar ik bedoel eigenlijk decentrale overheden. Waarmee dus bijvoorbeeld beleid kan doorwerken naar het gemeentelijke omgevingsplan. En wat ik vooral wil laten zien is de samenhang tussen de instrumenten. Dus we focussen wel steeds op dat programma, maar het gaat heel erg om de samenwerking tussen die instrumenten en daarmee ook tussen de verschillende overheidslagen. En nogmaals, die focus is dan op dat programma, met name vanuit het Rijk. Maar ik hoop dat ook andere kijkers, dus van niet-rijksoverheden, daar wat aan hebben. Omdat zij enerzijds een kijkje in die keuken krijgen van de Rijksoverheid. En anderzijds ook kunnen zien hoe die instrumenten met elkaar samenwerken. En met name dus ook tussen die verschillende overheidslagen. En ook kunnen zien hoe bijvoorbeeld beleid van de Rijksoverheid of de provinciale overheid uiteindelijk doorwerkt via instructieregels naar bijvoorbeeld het omgevingsplan. Dus wat gaat u vandaag zien? U gaat vooral zien dat die kerninstrumenten heel verschillend zijn en ook heel verschillend werken, ook verschillende eisen kennen, maar uiteindelijk wel met elkaar samenhangen. Dit is het programma voor vandaag, voor het webinar. En u ziet al meteen dat programma als term natuurlijk voor heel veel dingen gebruikt wordt. Bijvoorbeeld voor de inhoud van een webinar als deze. En juist doordat dat programma als term verschillende betekenissen heeft in het spraakgebruik, zie je vaak ook wel verwarring over dit instrument. Hè, van waar gaat dat nou precies over? Ik neem u eerst mee, voordat ik ga ingaan op dat programma zelf en ook echt ga inzoomen op het programma voor het Rijk en kijken met u, hè, waarvoor kun je dat nou inzetten, dat programma, en wat betekent dat nou voor die decentrale overheden, ga ik nog even een klein stukje geschiedenis met u terug. En dan met name over het beleid in de fysieke leefomgeving. En wat u natuurlijk heeft gezien, de jaren 70, 80, 90, maar ook later, is beleid natuurlijk heel erg sectoraal tot stand gekomen. En we hebben natuurlijk allerlei beleidsplannen onder het huidige recht. Enerzijds over water, ruimtelijke ordening, bodem, lucht. Nou, u kunt het zo gek niet bedenken. Al die aspecten van die fysieke leefomgeving. En je zou kortweg kunnen zeggen dat meer en meer aandacht voor bijvoorbeeld verduurzaming al noopt tot meer integratie tussen al die beleidsvelden. En dus ook meer samenhang. En dat cyclische proces van de Omgevingswet, dat ik u dadelijk nog wat in detail laat zien, dat gaat ook echt, als het goed is, mee of bijdragen aan die meer samenhangende benadering van die onder de Omgevingswet zit. En want alles wat we doen in die Omgevingswet, onder die Omgevingswet, dat moet je altijd in het licht zien van die verbeterdoelen van het nieuwe stelsel. En die kent u ongetwijfeld. Het gaat om het vergroten van inzichtelijkheid. Het gaat om meer gebruiksgemak voor uiteindelijk de burger en het bedrijfsleven. En het gaat ook met name dus om die meer samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Wat ik er ook nog bij wil zeggen, want dat komt later in de presentatie ook nog tot uiting, dat is dat er ook gezocht is onder het nieuwe stelsel naar meer bestuurlijke afwegingsruimte voor met name de decentrale overheden. Maar goed, die beleidsinstrumenten van de Omgevingswet, die zal ik dadelijk nog echt in een plaatje laten zien, die moeten als het goed is bijdragen aan die meer samenhangende benadering. En dat is ook om te voorkomen dat door je te focussen op één aspect, dat dat dan ten koste kan gaan van een ander aspect binnen die fysieke leefomgeving. En dus door al die instrumenten gezamenlijk en ook als mix in te zetten, zou je dus tot een betere kwaliteit van die fysieke leefomgeving moeten komen. Nou, vooraf geef ik u nog één ding mee en dat is voor het begrip van dat programma onder die Omgevingswet, dat is, denkt u eens aan de huidige structuurvisie onder de wet ruimtelijke ordening. En dat is met name enerzijds beleid op hoofdlijnen voor die ruimtelijke ordening. En anderzijds zitten daar vaak ook al uitvoeringsparagrafen in
Of hangen daar meer aspectenstructuurvisies of gebiedsstructuurvisies onder? Dat is al de huidige praktijk. Nou, als u nou kijkt naar die aspectenstructuurvisies, die gebiedsstructuurvisies, of die uitvoeringsparagrafen van die structuurvisies, dat zouden nou programma's kunnen zijn onder het nieuwe stelsel. Dus dan heeft u alvast een klein beetje een beeld bij wat dat programma nou precies vermag in het nieuwe stelsel. Ik ga naar de volgende slide. Ik vraag toch weer even Laurien om hem door te klikken, want ja, daar is hij. Van belang is natuurlijk, voordat ik inga op deze kerninstrumenten, dat zijn er 6, dat weet u ongetwijfeld ook wel, maar toch even, de achtergrond is natuurlijk, hè, we moeten het elke keer in het licht zien van de fysieke leefomgeving. Dat is die brede scope die de omgevingswet heeft. En artikel 1.2 van die omgevingswet geeft daar ook een duiding voor. Daar staan aspecten van die fysieke leefomgeving benoemd. Bijvoorbeeld bouwwerken, milieu, landschappen, natuur, cultureel erfgoed. Nou, u kunt het zo gek niet bedenken of dat wordt daar al opgezomd. Die opzomming is niet limitatief. Dat zeg ik er altijd maar even bij. Hè. Dat is niet een limitatief lijstje dat u kunt afvinken. Het zijn aspecten waar bijvoorbeeld ook regels over gesteld zijn in de ANVB's die onder die omgevingswet hangen. Maar het is geen limitatieve opzomming. Dus het gaat in feite over alle activiteiten met gevolgen in die fysieke leefomgeving. En dat daar ook grijze gebieden zijn, dat gaan we ook nog zien. En dat is helemaal niet erg. De kerninstrumenten, die blijken uit dit plaatje. 2 beleidsinstrumenten, dat is nummertje 1 en nummertje 2. Dat is enerzijds dus die omgevingsvisie. Nou, denk u maar meer strategisch, meer op hoofdlijnen, meer op de lange termijn. En het tweede is dan het programma. Nou, dat komt vandaag nog veel aan bod, dus dat laat ik nu even. 3 betreft de decentrale regels. En daar zitten eigenlijk 3 instrumenten achter, op verschillende niveaus. Dat is 1, de provinciale verordening. 2, de waterschapsverordening. En 3, het omgevingsplan van de gemeente. Nummertje 4 betreft de algemene rijksregels. En dan gaat het echt om die regels die gelden voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Denkt u bijvoorbeeld aan regels over bouwwerken, technische regels over bouwwerken. Die staan in het besluit bouwwerken leefomgeving. Dat zijn nou typisch die algemene rijksregels die hier onder dat kerninstrument vallen. Maar ook bijvoorbeeld de regels in het BAL, dus de besluit activiteiten leefomgeving. Waarin u bijvoorbeeld regels vindt over milieu, over milieubelastende activiteiten. Als 5 en 6 ziet u eigenlijk meer de uitvoeringsinstrumenten. En dan gaat het over enerzijds de omgevingsvergunning. Dus dat is echt de toestemming voor de initiatiefnemer die zich meldt bij een loket en een initiatief wil ontplooien. En als 6e ziet u een bijzonder instrument, het projectbesluit. Dat geldt voor alle bestuurslagen behalve de gemeente. Daar is nog wel een ander instrument voor, maar het projectbesluit zoals dat hier staat geldt voor provincie, waterschap en Rijk. En dat is eigenlijk vanuit de meer sneller en beter aanpak, als u dat nog wat zegt, wat zich ook al heeft vertaald in bijvoorbeeld nu de tracéwet. En dat projectbesluit geeft dan in 1 keer vanuit de hogere overheid toestemming om een initiatief te kunnen ontwikkelen in de fysieke leefomgeving. Wat ik wel belangrijk vind op te merken is dat buiten deze kerninstrumenten zijn er ook nog heleboel ondersteunende instrumenten. En dat zijn bijvoorbeeld financiële instrumenten, gedooginstrumenten, maar ook bijvoorbeeld de instructieregels waar we het ook later nog over gaan hebben. Die ervoor zorgen dat beleid bijvoorbeeld gaat doorwerken. Dus er zijn nog heel veel andere instrumenten, maar dit zijn de kerninstrumenten. Dan ga ik naar de volgende slide. Ik kan hem nog steeds niet zelf doorklikken, dus ik vraag toch weer even Laurien dat te doen. Dankjewel. Een belangrijk principe van die omgevingswet, wat toch wel van belang is om het hele systeem met doorwerking en dat soort dingen te kunnen begrijpen, is de scheiding tussen beleid en normstelling. Ik heb normstelling tussen aanhalingstekens, omdat het niet per se gaat om getalsmatige normen. En zoals bijvoorbeeld, u mag niet meer dan 50 dBA geluid veroorzaken op de dichtstbijzijnde gevel. Maar het kan ook gaan om wat meer open normen, zoals u heeft rekening te houden met cultureel erfgoed. Dus dat zit allemaal in die normstelling.
De scheiding van beleid en normstelling, dat is natuurlijk eigenlijk ook al ingezet met bijvoorbeeld de nieuwe wet ruimtelijke ordening, ik denk al in 2008. Daarvoor hadden we die wet ruimtelijke ordening met hoofdletters. En ik kan me herinneren uit mijn tijd dat ik ook nog bestemmingsplanregels maakte voor de gemeente Amsterdam, dat daar ook hele beleidsverhandelingen in de regels in dat bestemmingsplan stonden. Dat was die zogenaamde beschrijving in hoofdlijnen. En dan had je dus echt pagina's vol met beleid, wat dan gewoon tussen die regels in dat bestemmingsplan stond of in de toelichting, waar dus ook een juridische doorwerking van uitging. Nou, in 2008 met die nieuwe WRO is dat al uit elkaar getrokken en is al een scheiding tussen beleid en normstelling gekomen. Dus de normen in dat bestemmingsplan en straks in dat omgevingsplan en beleid op een andere manier. Feit is dus dat die scheiding tussen beleid en normstelling scherper is geworden en dat scherper wordt onder het nieuwe stelsel. Dat impliceert ook zelfbinding. Dat betekent ook dat jij als beleidsvaststeller gebonden bent aan je eigen beleid. Maar dat is een meer politieke, bestuurlijke binding. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar het gaat dus niet automatisch van Rijksomgevingsvisie naar bijvoorbeeld het omgevingsplan. Die relatie, die juridische koppeling bestaat niet. Wat is beleid dan eigenlijk? Dat wil ik ook nog graag met u doorlopen. Dat is eigenlijk alles wat in een schriftelijk document staat en wat belangen, doelen in de fysieke leefomgeving en de manieren waarop die doelen bereikt kunnen worden weergeeft. Iets anders is natuurlijk de borging van beleid. Dat is, wat ik net eigenlijk al zei, hoe gaat beleid dan vervolgens doorwerken? Ofwel naar uw eigen instrumenten, bijvoorbeeld vanuit de omgevingsvisie naar uiteindelijk een vergunning voor een initiatief in de fysieke leefomgeving. Of hoe gaat beleid doorwerken van bijvoorbeeld het Rijk naar dat gemeentelijke omgevingsplan? Nou, ik zei het net al even, daar is dan een ondersteunend instrument voor als bijvoorbeeld de instructieregel. Ik merk ook nog op voor de juristen onder ons, om het helemaal scherp te krijgen, je hebt in de huidige context, en dat zal misschien straks ook zo blijven, ook nog wel iets als pseudo-regelgeving, documenten die als regelgeving fungeren, maar eigenlijk gewoon beleid zijn. Het gaat om buitenwettelijk beleid. Bijvoorbeeld voor hoogspanningslijnen hebben we dat in het huidige stelsel. En dat is dan gewoon een beleidsbrief van de minister van toen op Vrom. En bij gebreken aan wettelijke normen wordt dat dan echt als een soort regelgeving gehanteerd. Bijvoorbeeld richting het gemeentelijke bestemmingsplan. Dus dat is dan wel goed om even te noemen, denk ik. We gaan naar de volgende slide. Waarom stelt het Rijk regels? Dat wil ik toch ook nog met u even bekijken. Hè? Om ook weer die doorwerking te begrijpen vanuit uiteindelijk die beleidsinstrumenten via anders ondersteunende instrumenten naar bijvoorbeeld het gemeentelijke omgevingsplan. Want voor die burgers en bedrijven, dat staat echt dat omgevingsplan centraal. Als ik een initiatief wil ontplooien in de fysieke leefomgeving, dan kijk ik gewoon als eerste in het omgevingsplan. En daar volgt zo goed als alles uit wat ik nodig heb om te weten of ik mijn initiatief kan uitvoeren. Natuurlijk heb ik dan als ik ga bouwen ook nog technische bouwregels uit dat besluit bouwwerken leefomgeving. Maar om te kijken of het überhaupt mag in de omgeving, begin ik bij dat omgevingsplan. Maar provincie en Rijk bemoeien zich ook met de fysieke leefomgeving. En dat is natuurlijk iets wat gewoon eigenlijk al uit de grondwet notabene volgt. Dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor een goede fysieke leefomgeving. Het systeem ademt wel decentraal tenzij. Dus decentrale regels, maar als het Rijk bijvoorbeeld bepaalde taken in zijn portefeuille heeft, bijvoorbeeld als het gaat om wegen of spoorwegen, of als er hele specifieke taken bij dat Rijk belegd zijn, als het gaat bijvoorbeeld om de nationale veiligheid, denk aan defensie, dan is het natuurlijk ook logisch dat daar centrale regels over zijn. Er kan ook bijvoorbeeld verantwoordelijkheid zijn voor internationale en Europese regels. Of het schaalniveau vereist dat die regels op centraal niveau worden gesteld. Daar hoort wel bij het doelmatigheidsaspect. Dus dan, dat geldt ook als onderdeel van die subsidiariteit.
En proportionaliteit, dat zit ook verankerd voor het Rijk in artikel 2, 3, derde lid van de Omgevingswet. Daarin staat gewoon dat zo'n taak of bevoegdheid alleen bijvoorbeeld op centraal niveau wordt uitgeoefend als dat nodig is met het oog op een nationaal belang en dat belang niet op een doelmatige wijze of doeltreffende wijze door het provinciebestuur of gemeentebestuur kan worden behartigd. Of het is bijvoorbeeld nodig vanuit die verantwoordelijkheid voor internationale en Europese regels. En dus dat is wel van belang voordat we denk ik verder gaan naar het vervolg van de presentatie. Dus die zorg voor die fysieke leefomgeving, dat is dus een gemeenschappelijke. We gaan inderdaad naar de volgende slide. Dankjewel, Laurien. Er zijn allerlei soorten rijksregels en het omgevingsbesluit staat er niet bij. Het omgevingsbesluit, daar zitten ook allemaal regels in. Er zijn eigenlijk 4 aanverwezen onder de omgevingswet. Maar hier staan er 3 opgenoemd, omdat die voor vandaag van belang zijn. We hebben het besluit kwaliteit leefomgeving en daar zitten dan die instructieregels in voor bijvoorbeeld die omgevingsplannen en bijvoorbeeld ook instructieregels in de vorm van beoordelingsregels voor vergunningen en die regels zijn gericht op overheden. Nou, de tweede bullet, die algemene regels, dat zijn die regels voor een ieder. Dat was dat kerninstrument, dat nummertje 4 in dat andere plaatje. En die regels treffen we in het BAL en het BBL, dat heb ik net al even gezegd. Je ziet daarin maatwerk, je ziet daarin bestuurlijke afwegingsruimte. Hè, dus vooral ook in die instructieregels. Bijvoorbeeld dat een gemeente rekening moet houden met cultureel erfgoed. En daar zit ook al een bestuurlijke afwegingsruimte, beslisruimte voor die gemeente bij de vaststelling van dat omgevingsplan. Je ziet het ook in die algemene regels, daar zie je maatwerkmogelijkheden. En als het gaat om het BAL, dan is maatwerk mogelijk, tenzij uitgesloten. En het BBL doet dat eigenlijk andersom. Maatwerk is mogelijk als dat specifiek is toegestaan. Van belang voor begrip van het systeem is ook dat er decentralisatie heeft plaatsgevonden onder het nieuwe recht, onder het omgevingsrecht. En dat is dan met name ook milieuregels voor bijvoorbeeld horeca en bouwregels voor bijvoorbeeld open terreinen en erven. Als het gaat om hinder bijvoorbeeld vanwege bouwwerken, dat is echt naar gemeente toegegaan. In het volgende plaatje ziet u de beleidscyclus van de Omgevingswet. Nou, dat kent u waarschijnlijk wel uit de memorie van toelichting. Om voortdurend te werken aan die kwaliteit van de fysieke leefomgeving, gaat die Omgevingswet uit van een cyclische manier van werken. U ziet ook in dit plaatje dat in elke beleidsfase, als u kijkt, als u rondkijkt, dat begint bij beleidsontwikkeling, dan gaan we naar doorwerking, uitvoering, terugkoppeling. En daarin zit dan die monitoring om te kijken van hoe gaat het eigenlijk met aspecten van die fysieke leefomgeving. U ziet dus dat in die beleidscyclus ook weer verschillende instrumenten terugkomen. Die instrumenten die zijn niet per se volgtijdig en die zijn ook niet per se aan elkaar gekoppeld. Het is een wat losse koppeling. Maar je ziet wel dat als jij beleid wil laten doorwerken, bijvoorbeeld vanuit het Rijk naar uiteindelijk de omgevingsvergunning, op lokaal niveau, dan heb je daar allerlei instructiemogelijkheden voor, de instructieregels. Nou staat er, en dat is wel een beetje verwarrend, nou staan die instructieregels boven programma's in dit plaatje. En ja, ik zou het persoonlijk omgedraaid hebben. Die programma's horen meer bij die omgevingsvisie. En dat zit meer aan die beleidsontwikkelingskant. Maar goed, als je het ziet als maatregelen die dan weer doorwerken richting uitvoering, et cetera, dan staat hij wel weer op zijn goede plek. Maar ik wil dat toch even gezegd hebben, want voor mij was dat altijd een beetje verwarrend. Je ziet ook dat die beleidsinstrumenten, omgevingsvisie en programma's, dat je die niet los van elkaar kunt zien. Die zitten echt in elkaars verlengde. En beide beogen dus te komen tot die samenhangende benadering van die fysieke leefomgeving. Nou, je kan ook zeggen, om cyclisch te werken heb je eigenlijk een instrument nodig, bijvoorbeeld dat programma, om ook echt daadwerkelijk rond te gaan. En stel, er staat in de omgevingsvisie of in een programma staat dat er een bepaalde luchtkwaliteit bereikt moet worden. En uit die monitoring, en er staan allemaal maatregelen in het programma om dat te bereiken, en uit de monitoring blijkt dat dat nog niet goed gaat, dan kun je dan weer bijsturen via ook weer eventueel de omgevingsvisie of meteen met het programma om
ervoor te zorgen dat de beleidsdoelstelling voor die fysieke leefomgeving, voor dat aspect lucht, uiteindelijk wel bereikt wordt. Nou, toen ik net bij het programma, dat is ook een programma Eenvoudig Beter kwam te werken, toen moest ik wel een beetje wennen aan dat instrument programma. En ik merk ook in de praktijk dat het toch nog een wat onbekender instrument is dan bijvoorbeeld die omgevingsvisie, waar ook heel veel gemeenten mee bezig zijn op dit moment. Moest ik daar toch wel een beetje aan wennen, maar ik zie inmiddels wel grote voordelen. Dus daar ga ik straks nog met u naar kijken. Wat kan dat programma nou precies doen, ook in die beleidscyclus? Nou, je ziet het op rijksniveau ook in de NOVI, de Nationale Omgevingsvisie, die komt straks ook nog even terug. Maar je ziet ook dat in die NOVI er eigenlijk ook sprake is van dat cyclische proces. En dan zie je dus ook dat zo'n omgevingsvisie ook een echt levend document is. En niet zoals heel vroeger, dat we bijvoorbeeld de Finex, onder de oude WRO nog, dat we daar dus echt een stip op de horizon en dan 2020 zoveel woningen op die plek. En dus dat is echt wel verlaten in het nieuwe systeem. Dat kun je natuurlijk nog steeds doen, maar je ziet dat dat beleid wel voortdurend wordt bijgesteld. Wat je ook ziet aan dit plaatje is dat het heel erg komt uit het meer Europees rechtelijke stelsel, waar heel erg gewerkt wordt al met die beleidscyclus. Dat gaat natuurlijk om milieuaspecten over het algemeen. En dat je dus ook ziet dat er bijvoorbeeld monitoringsverplichtingen zijn, juist ook om te kunnen bijsturen als het niet goed gaat. Nou, ik zeg hier nog één ding over en dan gaan we naar de volgende. Maar je ziet ook, als je bijvoorbeeld naar die uitvoering kijkt, daar zie je dan weer algemene regels staan. De omgevingswet ademt wel vertrouwen, dus ook vertrouwen naar de initiatiefnemer, dat als hij zich aan allerlei regels houdt, dat het ook goed komt. En dat het dat dus ook een initiatiefnemer bijdraagt aan een goede leefomgeving. En dat er dus ook bij voorkeur geen vergunning nodig is om het initiatief uit te oefenen of uit te voeren. Pas als dat echt nodig is om voorschriften aan te koppelen, dan kent het stelsel een vergunningplicht en kunnen er dan voorschriften worden gesteld aan een bepaald initiatief. Ik ga naar de volgende slide. U ziet dus, en hier heb ik het nog een keer uitgeschreven, de samenhang tussen de verschillende instrumenten. Maar dan nog even anders opgeschreven, zoals ik al zei. Dus je kan zeggen dat die omgevingsvisie dan echt wel een centrale plek heeft in die beleidsontwikkeling. Nogmaals, daar zit het meer strategische beleid in. En wat daarin staat, kan gevolgen hebben voor andere instrumenten. Bijvoorbeeld zo'n ondersteunend instrument als die instructieregels. Of voor het instrument projectbesluit. Als het Rijk een bepaalde beleidsdoelstelling heeft en de enige mogelijkheid zou zijn om dat zelf ter hand te nemen met een projectbesluit, en dan zou dat heel prima gemotiveerd kunnen worden vanuit zo'n visie. Dat kan dus direct vanuit die visie, maar dat kan ook via een programma waarin concrete uitvoering wordt gegeven aan beleidsdoelen. Dus in zo'n programma tref je dan over het algemeen de maatregelen die nodig zijn om een bepaald beleidsdoel te halen. Er is een vraag, duidelijkheid over ontwikkellocatie. Leidt dat niet tot speculatie? Ja, dat is een leuke vraag. Ik kan me zo voorstellen dat daarmee bedoeld wordt dat als je maar concreet genoeg bent in je programma, dat je dan als overheid al heel veel weggeeft en dat er dan gaat worden gespeculeerd met gronden. Ik weet niet of dat nou zo anders is in het nieuwe stelsel dan onder het oude stelsel. En nogmaals, er zitten ook allerlei ondersteunende instrumenten in het in het stelsel, bijvoorbeeld grondbeleid. En we kennen in het huidige recht het voorkeursrecht bijvoorbeeld. En dat komt ook terug in het nieuwe recht. Dus ik laat het daar even bij, want ik heb zelf het gevoel dat dat niet heel anders hoeft te zijn. Maar het is natuurlijk altijd goed om ook grondaspecten in de gaten te houden bij het opstellen van programma's. Hier zie je het nog heel even vanuit het perspectief van dat omgevingsplan. Hoe werken nou die instrumenten met elkaar samen? De beleidsrelaties die zijn gestippeld
en de juridische, meer directe relaties, die ziet u met ongestippelde lijn. En het voorbeeld van zo'n beleidsrelatie is bijvoorbeeld de relatie tussen een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Hè? Als we kijken naar dat rondje met gemeente ernaast, dat rode rondje. En als we het hebben over een juridisch directere relatie, kan bijvoorbeeld zijn de relatie tussen de instructieregels van het Rijk en het gemeentelijk omgevingsplan. En dus dat ziet u vanuit de rechterkant met een paars lijntje naar het omgevingsplan lopen. Je ziet dus ook in dit plaatje dat als het Rijk ervoor kiest om de omgevingsvisie, hè, zijn eigen omgevingsvisie te laten doorwerken, dat dat dan bijvoorbeeld via die instructieregels gaat. En dat kan bijvoorbeeld lopen via een programma, maar dat hoeft dus niet. Belangrijk is dus dat er geen rechtstreekse juridische relatie is tussen de omgevingsvisie van het Rijk of de omgevingsvisie van de provincie naar dat omgevingsplan van de gemeente. Ik kom straks nog uitgebreid te spreken over die doorwerking en ook de meer beleidsmatige doorwerking. Maar voor nu is er dus geen juridische doorwerking, niet rechtstreeks. Wat je hier ook uithaalt is dat de overheid haar beleidsdoelen niet altijd kan bereiken met één instrument. Het gaat echt om een mix van instrumenten. Een projectbesluit van bijvoorbeeld van de provincie beïnvloedt natuurlijk dat omgevingsplan van die gemeente. Dus daar zie je al een samenwerking. Maar het is niet alleen beïnvloeden, maar het is echt het wijzigen van regels in dat omgevingsplan. Dus dat doe je met een projectbesluit. Wat je hierin ook ziet, is dat er dus toch die samenwerking ook echt nodig is om die beleidsdoelen te halen. Omgevingsvisies en ook programma's trouwens, kunnen door één overheid worden vastgesteld, maar natuurlijk ook in gezamenlijkheid, ook als meer regionaal programma of regionale visie. Dat wil ik er ook bij gezegd hebben. We gaan naar de volgende slide. Het omgevingsplan. Het centrale instrument. Dat is een beetje een vraagteken, maar volgens mij is dat wel zo. Hè? Wat ik net ook al zei, met welke regels hebben die burgers en bedrijven nou te maken? Dat is met dat omgevingsplan. Dat omgevingsplan kan overruled worden door het projectbesluit. Dat zagen we ook in het vorige plaatje. En hè, wat ik net ook al zei, je kan dus die aansturing hebben vanuit die Rijks- en provinciale instructieregels. Terug naar de beleidsinstrumenten. Nou, even een klein saai stukje. Omgevingsvisie staat in artikel 3.1 van de Omgevingswet. Is verplicht voor elke bestuurslaag, behalve voor het waterschap. Het kent nauwelijks inhoudsvereisten. Maar behalve dat het over hoofdlijnen van beleid voor die fysieke leefomgeving gaat. Maar zoals we net zagen, is het dus wel een belangrijk onderdeel van die beleidscyclus. Ik zei het net ook al even, het bindt het vaststellende bestuursorgaan. En op rijksniveau zijn dat de ministers. Dus het is de minister van BZK en de ministers die het aangaat. Wat ik wel altijd erbij zeg, let op artikel 3.3 van de Omgevingswet. Dat wordt nog wel eens vergeten, maar in feite is dat wel een soort instructieregel op wetsniveau voor die omgevingsvisie. Want je hebt in die visie rekening te houden met een aantal, met name milieubeginselen. Zoals het preventiebeginsel en het beginsel dat de vervuiler betaalt. Dus daar wijs ik u dan ook nog even op. Hè. Dus heel erg vormvrij, maar wel een artikel 3.3 waar u toch zich rekenschap van moet geven. Maar het gaat nogmaals om beleidsontwikkeling. Het gaat om de punt op de horizon. Wat is je ambitie? En het is ook zo dat die omgevingsvisie, net zoals dan de structuurvisie onder de WRO, geen hiërarchie kent en ook geen harde afstemmingsverplichting. Maar let op, dat zeg ik er ook alvast bij, artikel 2.2 van de omgevingswet kent wel degelijk de verplichting om af te stemmen met andere overheden. En ook rekening te houden met taken en bevoegdheden van andere overheden. Dus geheel vrijblijvend en los van andere overheden is het niet. Ik krijg een vraag via de chat doorgestuurd van Jelle. Wat als een gemeente het niet eens is met een projectbesluit? Ja, dat is ook een leuke vraag. Kijk, voordat zo'n projectbesluit wordt genomen, is er al heel veel overleg geweest. Hè? Zo'n projectbesluit wordt niet, net als nu, het inpassingsplan bijvoorbeeld, of een tracébesluit,
van Rijkswegen, dat wordt natuurlijk niet zomaar genomen. Dat gaat altijd in overleg van, met overheden. Nou, zoals ik al net zei, zit er ook echt een wat hardere verplichting in die omgevingswet, artikel 2.2, om ook die afstemming echt daadwerkelijk te doen. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat er een projectbesluit over een gemeente heen komt waar de gemeente het toch niet mee eens is. Dat kan. Ja, dat kan. Maar ja, dat is wel vrij uitzonderlijk. Dus daar laat ik het even bij. De volgende slide die gaat over de relatie tussen programma's en omgevingsvisie. Ik heb veel dingen al gezegd. En je kan met een programma echt doelen uit die omgevingsvisie concretiseren. Dat kan per thema, dat kan per gebied. Dat kan sectoraal, dat kan multisectoraal. En programma's hebben niet altijd een haakje nodig in die omgevingsvisie. Vaak is dat wel zo, maar dat hoeft niet. Je kunt ook gewoon een programma vaststellen omdat je vindt dat vervuilende auto's uit de binnenstad geweerd moet worden. En nou, daar zet je een pakket maatregelen op. En je hangt bordjes op, milieuzone. Je maakt een boetebeleid, dat je vervuilende auto's echt beboet in die binnenstad. En dat hoeft niet per se dat haakje te hebben in die omgevingsvisie. Vaak zal dat natuurlijk wel zo zijn. Wat ook van belang is om op te merken, is denk ik dat de grens tussen dat strategische beleid, die omgevingsvisie en die programma's, niet altijd even duidelijk is. Dat is niet per se met een schaartje te knippen. Hè, maar ik wil vandaag wel een beetje het gevoel geven dat er een onderscheid is. Maar dat is echt niet per se zwart-wit. Maar houdt u maar in gedachten dat in die programma's meer het operationele beleid staat. Dus meer hè, wat er op kortere termijn staat te gebeuren. Ook andere instrumenten trouwens dan dat programma kunnen natuurlijk zorgen voor doorwerking van beleid uit de omgevingsvisie. En dat is ook wat vrijheid blijheid doet. U kunt ook best een subsidiemaatregel afkondigen zonder dat dat nou in die omgevingsvisie staat of zonder dat daar nou een programma voor is. Wat je nu vooral in de praktijk ziet, is dat er eigenlijk het bestaande beleid wordt geïnventariseerd. En er wordt heel erg, met name ook op de gemeentelijke werkvloer, gekeken naar welk beleid willen we nou overhevelen naar het nieuwe stelsel. En welk beleid kunnen we bijvoorbeeld intrekken. Wat doen we in de visie en wat is bijvoorbeeld meer geschikt voor het programma. Als laatste bullet, let op, het gaat ook om anders werken. Nou, dat is denk ik al wel duidelijk, hè, dat er heel veel moet worden samengewerkt tussen de verschillende beleidsdomeinen. Ik kijk nog even in de chat, want daar is nog een vraag. Hoe zie ik als burger welke rijksregels, provinciale regels en gemeenteregels er gelden op één locatie? Ja, dat is een wat algemenere vraag, hè, maar in principe zou je dat straks via het DSO moeten kunnen zien. Ik ben geen DSO-kenner, dus kijkt u vooral ook op de website van Aan de Slag met de Omgevingswet. Daar staan ook heel veel webinars over dat meer digitale spoor. Dus daar wil ik u graag naar verwijzen. Ik ga naar de volgende slide. Hier is nog even het plaatje. Dan kunt u nog even zien wat ik net allemaal gezegd heb. En we gaan meteen naar de volgende slide, ook omwille van de tijd. Omgevingswaarde, dat wil ik ook nog even gezegd hebben. Klein uitstapje, maar wel van belang. Ook een beleidsdoel van een overheid die je aan jezelf stelt als overheid. Maar het gaat om een geobjectiveerde kwaliteitsnorm voor een gebied of een locatie. Ik leg dat uit. Het gaat eigenlijk om een verjuridificeerde beleidsdoelstelling. En waarom is die verjuridificeerd? Je zou er bijna over struikelen. Dat is omdat er twee wettelijke verplichtingen aan hangen. 1. Je hebt de plicht om het te monitoren. En we zagen net die beleidscyclus, hè? Eigenlijk altijd wel de bedoeling om te monitoren, maar nu zit er echt een monitoringsplicht op. En 2. Is een programmaplicht als de omgevingswaarde wordt overschreden, dan wel dreigt te worden overschreden. Hij bindt alleen het bestuursorgaan zelf. Dus ook weer als hij moet doorwerken naar andere overheden, dan is daar nog iets voor nodig. Hij moet, als je hem stelt, wel meetbaar zijn. Want anders heeft het natuurlijk ook niet zoveel zin om hem echt heel concreet te gaan monitoren. En het gevaar is natuurlijk dat er een programmaplicht ontstaat. Dus dan moet het wel heel duidelijk zijn waar die omgevingswaarde toe leidt. Welk doel nou precies gesteld is voor die fysieke leefomgeving.
Het Rijk doet dat in een algemene maatregel voor het stellen van die omgevingswaarden. En dat is bijvoorbeeld voor lucht en water gebeurd. Op de volgende slide ziet u een voorbeeld. Dat gaat over luchtkwaliteit. Het Rijk stelt omgevingswaarden voor stikstofdioxide, NO2 en PM10, fijn stof. En dat gebeurt in het besluit kwaliteit leefomgeving. Je ziet ook dat er aanvullende afwijkende omgevingswaarden voor decentrale overheden mogelijk zijn, maar in dit geval alleen strengere of op een andere parameter, bijvoorbeeld roet. Ik ga daar niet heel uitgebreid op in, daar kunt u vast nog heel veel over teruglezen. Maar het gaat even om hoe zo'n beleidsdoelstelling doorwerkt. Om door te werken is er dus nog iets nodig. Het gaat om een beleidsdoelstelling aan jouzelf, dus als Rijk. En om door te werken naar andere instrumenten is er bijvoorbeeld een instructieregel nodig voor het gemeentelijke omgevingsplan. Of een beoordelingsregel als het gaat om de milieubelastende activiteit. Dus omgevingsvergunningen daarvoor. Dus het enkel stellen, dat is mijn belangrijkste boodschap. Het enkel stellen van een omgevingswaarde doet dus niks naar die decentrale overheden. Iemand zei het heel mooi over de chat. En dat heeft u ongetwijfeld allemaal gelezen. Maar ik wil het toch nog even herhalen hier. Want dat is precies de kern. Ik geloof dat het een hij was. Hij zegt, ik zie een omgevingsplan als juridisch bindende regels. Wat mag wel, wat mag niet. En een programma als een opsomming van activiteiten van een gemeente om doelen te realiseren, buiten regels om. Dus relaties aan te gaan, processen, subsidies te verlenen, maar ook als communicatiemiddel. En dat laatste, dat is ook echt een belangrijke functie van dat programma. Dus ik wilde dat wel eventjes gezegd hebben, want ik vond dat eigenlijk een hele mooie, adequate samenvatting van wat ik vandaag probeer te zeggen. Als we kijken naar de soorten programma's, dan zie je onverplichte programma's bovenaan. Dat zal ook, de meeste programma's zullen onverplicht zijn. Daarom is het zwart en daar gaan we ook verder naar kijken. Maar toch even genoemd hebbende de verplichte programma's. Enerzijds volgend uit Europa, anderzijds bij, wat ik net al zei, die overschrijding van die omgevingswaarde, dus die gejuridificeerde beleidsdoelstelling voor die fysieke leefomgeving. Dat eerste volgend uit de EU-regelgeving. Denkt u bijvoorbeeld aan het stroomgebiedsbeheerplan of aan een actieplan geluid. Dat zijn typisch van die verplichte programma's. Die zijn ook echt helemaal gereguleerd. Ook qua inhoud, maar ook qua procedure die daarvoor gevolgd moet worden. En we hebben nog tot slot de programma's met programmatische aanpak. Nou, dat is zo specifiek. Denkt u aan het NSL onder het huidige recht of de PAS. Maar goed, daar is het niet zo goed mee afgelopen natuurlijk. Maar dat zijn typisch van die programma's met programmatische aanpak. Dus dat laat ik, want dat is heel specifiek. Er zitten ook weer andere juridische aspecten aan. In die programma's zitten dan vooral maatregelen. Het is echt een soort bundeling van maatregelen. Dus dat programma is echt de basis voor de inzet van die maatregelen. En dat zijn maatregelen, hè, nogmaals, om aan die omgevingswaarden of aan die andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te voldoen, hè, om die te bereiken. Ook weer, denk aan die samenhang. Het gaat niet zozeer om stapeling, maar het gaat zeker om bundeling. En ook om tegenstrijdigheden te voorkomen. Hè, dat je met de ene maatregel iets verbetert, maar met dezelfde maatregel iets anders vermindert. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een geluidsscherm. Als je die in een mooi landschap neerzet, dan kan het wel zo zijn dat het geluid vermindert achter het geluidsscherm, maar dat het landschap doorkruist is. En dus dat is nou echt typisch iets waar je echt samenhang kunt zoeken. Juridische maatregelen, maar ook zeker niet-juridische. Hè? Dat werd net dus al even gezegd daar op die openbare chat. Het gaat dus ook zeker om niet-juridische maatregelen. Zoals bijvoorbeeld financiële maatregelen, communicatiemaatregelen of afspraken met organisaties of afspraken tussen overheden. Dat kan er allemaal inzitten. Juridisch, hè, dan moet u denken aan wat gaan wij doen om het ook echt te laten doorwerken naar andere besluiten. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning. Let op, het uitvoeren van een maatregel moet wel in uw macht liggen of hè, je moet daarover afspraken maken met andere partijen. Dat wordt nog wel eens vergeten. Hè. Een gemeente kan natuurlijk de luchtkwaliteit rond de Rijksweg willen verbeteren. Maar gaat uiteindelijk niet over het verkeer wat op die Rijksweg rijdt. Hè? Dus dat is echt iets waar je die samenwerking moet zoeken met andere partijen. Wanneer ben je dan een programma?
Nou, heel flauw gezegd, als het verplicht is, hè, bijvoorbeeld die dus uit Europa voortvloeien. Maar ook als je voldoet aan de criteria van artikel 3.5. En daar zitten eigenlijk drie elementen in. De eerste is, gaat het om de uitoefening van een taak en bevoegdheid of bevoegdheid in het kader van de omgevingswet? De tweede is, betreft het de uitwerking van beleid op het terrein van de fysieke leefomgeving? En het derde is, bevat het document maatregelen, dus die ik net allemaal noemde, om die doelen te bereiken? Met andere woorden, je bent dus al snel een programma. Maar er zijn wel grijze gebieden. Ik kom daar zo nog even op terug, maar er zijn wel grijze gebieden. En die grijze gebieden die moeten we gewoon met elkaar erkennen. Die zijn er gewoon. Hè. Grijze gebieden van, ga ik wel echt over de fysieke leefomgeving? Of is het deels ook het gedrag van mensen? En bijvoorbeeld, zijn dit wel echt maatregelen in het domein van de fysieke leefomgeving? Daar kan je allerlei discussies over hebben. Nogmaals, daar kom ik zo nog eventjes op terug. Maar eerst, ook die onverplichte programma's, die hebben toch nog wel wat vereisten. Het is wel vormvrij, maar twee vereisten. Participatie en ook natuurlijk de afstemming met die andere overheden. Hè, dat volgt dan uit dat artikel 2.2 wat ik net al even noemde. En heel vaak zal er ook een milieueffectrapportage nodig zijn. Nou, ik kan daar uren over praten. Ik kom ook uit de MER-praktijk. En ik kan u daar 2 dagen kan ik daarover vol praten. Dat zal ik niet doen. Maar heel kort gezegd, er is een planmeerplicht die volgt uit de SMB-richtlijn. En die ziet op plannen en programma's die kaderstellend zijn voor vervolgbesluitvorming. Ik heb dat zo nog even uitgewerkt op een slide. Maar als je verplicht bent, dat moet ik er nog even bij zeggen, als je een verplicht programma bent, dan moet je verplicht de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Bij de onverplichte programma's is het niet verplicht, tenzij je dus zo'n plan meer moet doen. Dan volgt eigenlijk uit het Europees rechtelijke systeem dat je dus alsnog de afdeling 3.4 AWB procedure moet doen met alle verplichtingen die daarbij horen. Nog even terugkomend op die participatie. Dat gaat om vroegtijdige publieksparticipatie. En dat roept echt veel vragen op in de praktijk, merk ik. Als het goed is, wordt bij de publicatie van deze presentatie ook een handige factsheet special gepubliceerd die op het ministerie van BZK is gemaakt om inspiratie te geven, met name aan rijkspartijen, maar is ook zeker bruikbaar voor andere overheden. Voor hoe ga ik nou die participatie doen? Waarom moet ik het doen? Hoe moet ik het doen? Maar je moet in ieder geval volgens de wet en volgens het omgevingsbesluit, moet je bij zowel visies als programma's aangeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen betrokken zijn bij de voorbereiding van deze beleidsinstrumenten. En ook wat de resultaten daarvan zijn. Nou, het is dan ook heel gebruikelijk hè, om aan te geven wat je met die input hebt gedaan. Nou, nogmaals, meer inspiratie vindt u op de slide of op de website van Aan de Slag met de Omgevingswet. Dan nog één ding over de plan meer. Even voor juristen. Het is wel vrij juridisch dit, maar er zit een generieke aanwijzing in de Omgevingswet van die plannen en programma's die in ieder geval onder de plan meer vallen. En dat is dus bijvoorbeeld de omgevingsvisie en bijvoorbeeld het programma, maar ook bijvoorbeeld het omgevingsplan. En er moet dan wel sprake zijn van kaderstelling. Of, en dat is ook een belangrijke, wordt in de huidige praktijk ook nog wel eens vergeten, er moet een passende beoordeling in het kader van Natura 2000 moet er dan aan denken, worden gemaakt. Ook dan ontstaat een planmeerplicht en ook dan ontstaat dus de verplichting om de UOV, dus de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, te doorlopen voor dat programma. Nou, het kan twee kanten op. Een programma hoeft niet per se kaderstellend te zijn. En het kan ook zo zijn, een niet-programma kan toch kaderstellend zijn in de zin van plan meer. Dus het is een beetje what's in the name, zoals ik dat altijd noem. En dat ziet u ook op de volgende slide. En dus daarin zit ook vaak de discussie, ben ik nou een programma als bedoeld in de omgevingswet? En met andere woorden, zit daar nou een plan meer verplichting aan vast? En daarbij heb je dus al die deelaspecten van artikel 3.5 die je daarbij moet langslopen. Zit ik nou binnen die fysieke leefomgeving of niet? Hè? Of heb ik het bijvoorbeeld echt puur over gedrag van mensen? Neem ik vaker de fiets dan de auto? Of
allerlei snelheidsmaatregelen op rijkswegen. Van is dat nou die fysieke leefomgeving en zijn dat nou maatregelen die binnen die fysieke leefomgeving passen? Of betreft het bijvoorbeeld maatregelen in het echt puur in het domein van verkeer en vervoer? Bijvoorbeeld het stimuleren van openbaar vervoer. Dat heeft natuurlijk wel effecten voor die fysieke leefomgeving. Maar of het daarmee puur fysieke leefomgeving is, dat denk ik niet. Maar je kunt dus wel echt ook hybride documenten hebben waarin toch een heel groot deel wel echt over die fysieke leefomgeving gaat en de effecten daarin en ook maatregelen bevat om bijvoorbeeld geluid te reduceren of landschapskwaliteit te verbeteren. En dan zit je toch in dat domein van die fysieke leefomgeving. Maar ter geruststelling, je kan wel gewoon een beleidsbrief bijvoorbeeld sturen aan de Tweede Kamer. Die vraag krijgen we ook heel vaak. Moet ik nou met mijn beleidsbrief, waarin ik toch ook maatregelen aankondig in de fysieke leefomgeving, ben ik daar nou een programma mee? En heb ik dan ook te maken met bijvoorbeeld de participatieverplichting? Of moet ik zelfs een plan meer doorlopen? Nou, het kan dus zijn dat je wel SEC juridisch gesproken voldoet aan die criteria van artikel 5, maar dat het om allerlei redenen gewoon niet wenselijk is, ook in de tijd gezien, om daar dan de hele procedure van het programma voor te doorlopen. Het kan ook de politieke wens zijn om dat anders te doen. Je kan ook gewoon een beleidsonderdeel zijn van een ministerie bijvoorbeeld. Ik noemde al mijn eigen programmadirectie, eenvoudig beter, bij BZK. Maar je kan bijvoorbeeld ook een programma Ons Landschap vormen. En dan ben je meer een organisatieonderdeel. En daar volgt niet echt een product uit als een programma. Dat kan wel, maar dat is op dit moment bijvoorbeeld nog niet zo. Dus bijvoorbeeld als een programma of een beleidsdocument alleen gaat om de verdeling van taken en bevoegdheden, denk bijvoorbeeld aan de huidige woondeals, dan ben je ook niet per se zo'n programma als bedoeld in artikel 3.5 van de Omgevingswet. Nou, wat ik vanuit de wetgever kan aangeven is dat de wetgever heeft ook niet bedoeld om de boel heel erg te verjuridificeren als het ware. En we moeten ook gewoon constateren dat er grijze gebieden zijn. Ik kijk heel even op bij de vragen in de chat. En de eerste die Jelle heeft doorgestuurd. Waarom zit er wel een relatie van programma naar instructie in het besluit kwaliteit leefomgeving en niet van programma naar instructie in provinciale verordening? Daar moet ik dan even over nadenken. Dat zat in dat plaatje samenwerken in de keten. Het ligt er een beetje aan op welke overheid je zit of op welke bestuurslaag je zit. Want er is natuurlijk wel degelijk een relatie tussen programma en bijvoorbeeld een instructieregel als het gaat om het Rijk of de provincie. En dat kan natuurlijk bij de provinciale verordening natuurlijk ook zo zijn. Dus in die zin, als dat er als fout lijntje in staat, dat moet ik straks even terugkijken. Maar als dat verwarring heeft gebracht, dat is dus in beide gevallen wel zo. Andere vraag van Marijke. Als je de MER-procedure hebt doorlopen voor de omgevingsvisie, waarom dan ook voor programma's? Niet erg kostenefficiënt. Nou, dat was een van die onderdelen waar ik echt uren over kan praten, maar ik zal het proberen kort te doen. Die planmerverplichting vanuit Europa, die zit op die verschillende niveaus. Die kan eindeloos doorgaan als je steeds meer concretere beleidsplannen maakt. Dus ja, hij geldt zowel voor die omgevingsvisie als voor die programma's. Als dat kaderstemmend is, et cetera. Het is wel de bedoeling, en dat staat ook in de omgevingswet en het omgevingsbesluit werkt dat uit, dat je rekening houdt met het detailniveau van dat beleid. Dus de omgevingsvisie op hoofdlijnen, echt heel strategisch, betekent ook dat het MER heel strategisch, heel erg op hoofdlijnen is. En niet elk milieuaspect tot achter de komma heeft uitgerekend, bijvoorbeeld. Hoe concreter je programma, hoe concreter je MER uiteindelijk als eindproduct. Dus je milieueffectrapport ook zal zijn. Nou, ik laat het even daarbij. Dan toch een klein beetje promotie. Wat is nou de meerwaarde van een programma? Jelle en ik hebben daar samen over nagedacht. En we komen eigenlijk tot een heleboel voordelen. Maar een aantal staan op deze slide. En wij zien het ook echt als een instrument dat de beleidscyclus gaande houdt. Dat heb ik in het begin al even proberen uit te leggen.
Het vormt ook vaak de uitwerking en onderbouwing van je eigen beleid. En is daarmee vaak ook een leidraad voor je eigen organisatie. En dus dan weet ook iedereen waar de organisatie naartoe gaat. Het is ook een handig en concreet middel om het gesprek te voeren. En dat had ik net ook al voorgelezen van de openbare chat. Het kan echt een communicatiemiddel zijn. En ook richting die burgers en bedrijven. Het kan ook je een afwegingskader vormen voor je eigen vergunningen en projectbesluiten. En dus dan heb je gewoon een stuk motivering in je beleidsdocumenten zitten. En last but not least, die staat er niet op, maar die is wel een hele belangrijke. Je bundelt de maatregelen en je voorkomt bijvoorbeeld die tegenstrijdigheden waar ik het net al even over had. Het is bijvoorbeeld, je gaat in je programma uitwerken dat de gemeente woningen moet bouwen aan de randen, zeg maar. Dus een klein beetje ten koste van openbaar groen. Maar er gelden bijvoorbeeld ook instructieregels vanuit het besluit kwaliteit leefomgeving voor het Natuurnetwerk Nederland. Nou, daar zit een potentieel conflict in. En in zo'n programma kan je dan kijken van tevoren, hoe kan je die conflicten nou zo goed mogelijk oplossen. Dus dat vind ik zelf dan echt wel de meerwaarde van zo'n programma. Nou, de volgende twee slides, dat zijn eigenlijk de tips. Dat is echt voor naslag. Van maak nou dat doel van je beleid concreet. Ik heb zelf in best wel veel participatietrajecten mogen meekijken of op afstand kunnen zien. En als je doel niet helder is, dan gaat die participatie echt alle kanten op. En dan creëer je gewoon geen draagvlak. Of je creëert je eigen weerstand. Dat is zeker niet de bedoeling. Het speelt met name in die windmolen discussies. Dat wil natuurlijk niemand in zijn achtertuin. Maar als jij mensen voorhoudt dat er nog iets te kiezen valt qua locatie, terwijl dat eigenlijk niet zo is, omdat de grondposities al zijn ingenomen, dan is dat natuurlijk toch niet de manier om dat te doen. In dat programma is het gewoon handig om heel concreet te worden. Dus als je een programma doet, blijf dan niet in wat vagere doelstellingen. Maar goed, houd wel rekening met bijvoorbeeld de grondeigendomsaspecten. Zoals in het begin ook al over de openbare chat werd gezegd. De volgende slide, en als het goed is, zet Jelle die ook in de openbare chat. Dan kunt u het ook aanklikken. Dat zijn werkbladen. En die zijn echt bedoeld om dat programma te ontwikkelen. En dat ondersteunt ook echt dat cyclische denken waar ik al een paar keer aan heb gerefereerd. Dus daar wil ik dan heel graag naar verwijzen. Ik ga door naar eigenlijk het laatste onderwerpje, het vierde onderwerpje van het programma van vandaag. Dat is de binding. En dan uiteindelijk ook weer even met die blik vanuit het Rijk. Hoe ontstaat nou die binding aan Rijksbeleid? En ik wil daar wel bij gezegd hebben, dit klinkt nu heel erg van hoger af naar lager en voorwerken en projectbesluit om omgevingsplan te overrulen. Maar zo werkt het systeem natuurlijk niet. Dus heel erg samen met mede-overheden samen zorgen voor een goede kwaliteit van die fysieke leefomgeving. En er zitten ook allerlei checks en balances in dat systeem. En artikel 2.2 van de omgevingswet, nogmaals, moet er ook voor zorgen dat bestuursorganen rekening houden met elkaars taken en bevoegdheden. En daar ook op een slimme manier in afstemmen. Maar toch even naar dat Rijksbeleid. Zoals gezegd, op dit moment wordt die NOVI ontwikkeld. Als u dat ook wilt bekijken, dan kunt u naar die slide over de nationale omgeving, of naar de website van die nationale omgevingsvisie. Daar staat ook wat er op dit moment nog gebeurt. Maar die NOVI, en waaronder ook al rijksprogramma's worden gehangen, bijvoorbeeld voor verstedelijking, daar wordt nog over nagedacht of dat dan bijvoorbeeld een programma is onder de nieuwe omgevingswet. Die zijn dus nogmaals zelfbindend voor de ministers, die ze vaststellen. Dus in beginsel geen juridische binding, maar politiek-bestuurlijke binding. Daar is wel even voor de juristen onder ons wel één uitzondering op. Dat zijn die zogenaamde beleidsregels in de zin van artikel 1.3, vierde lid van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat zijn echt beleidsregels die een zekere, niet een zekere, maar een veel hardere doorwerking hebben naar bijvoorbeeld vergunningen. Dus als jij echt in je, bijvoorbeeld als Rijk, in de beleidsregels grote rivieren, echt het afwegingskader voor die vergunningen die nodig zijn om daar activiteiten te ontplooien, je hebt vastgelegd in beleidsregels, en die zijn ook al zodanig gepubliceerd,
dan heb je je daar gewoon aan te houden. He, met uitzonderingen natuurlijk. En je moet misschien wel afwijken, zegt ook de Algemene Wet Bestuursrecht. He, als er onvoorziene omstandigheden zijn bijvoorbeeld. Maar dat is dus wel een zekere juridische doorwerking. Maar in beginsel dus geen juridische doorwerking. Dat is wel de hoofdregel. En die juridische binding die ontstaat alleen maar door rechtsregels. He, dus denk weer aan die instructieregels, maar ook rechtstreeks beschikkingen. Dus ook zonder die beleidsregels kan je wel degelijk beleid laten doorwerken naar voorschriften aan een omgevingsvergunning. Die beleidsdoorwerking, dat hebben we ook al gezien, dat kan op vele manieren. Hè? En dat is vaak helemaal niet juridisch. En het is ook hè, vaak ook bij voorkeur samen met mede-overheden. En dan ook weer even voor de juristen onder ons, de Pietjes precies. Er is wel een zekere beleidsmatige doorwerking naar decentrale overheden vanuit dat rijksbeleid. En om maar een voorbeeld te noemen, als het rijksbeleid ertoe noopt dat bijvoorbeeld op regionale bedrijventerreinen bij voorkeur als aansluitend op die bedrijventerreinen wordt gebouwd en niet zozeer enkelvoudig in het landschap nog allerlei bedrijfsterreinen ontstaan, dan is het natuurlijk heel gek als een provincie of een gemeente daar heel andersoortig beleid over gaat voeren of zelfs besluiten gaat nemen die daar haaks op staan. En je ziet dan ook, en dat is echt in de jurisprudentie ontwikkeld, je ziet dan ook dat bijvoorbeeld in het huidige bestemmingsplan je wel degelijk bij de vaststelling daarvan rekening hebt te houden met provinciaal en rijksbeleid. Je hebt in ieder geval een hele zware motiveringsplicht als je daarvan afwijkt. Dus daar zit wel degelijk een rekening houden met in. Met hoger beleid. En ook dat zou je kunnen zeggen vertaalt zich eigenlijk in dat artikel 2.2 eerste lid, hè, wat ik al een paar keer heb genoemd van die omgevingswet, waarin staat dat bestuursorganen rekening houden met elkaars taken en bevoegdheden. En ook afstemmen dus daarover. Maar ook weer, hè, dus dat heb ik al in het begin gezegd, die scheiding van beleid en normstelling. Hè, die zie je ook heel duidelijk in dit systeem. Terug. Ik weet niet of u dit goed kunt lezen, maar u kunt het in ieder geval nalezen in het antwoord. Hij wordt groter, heel goed. Het antwoord op een vraag van een Eerste Kamerlid van D66 in het kader van de behandeling van de NOVI. Daar werd ook echt gevraagd van ja, Rijk, minister, hoe gaat u nou zorgen dat uw beleid doorwerkt naar decentrale overheden? Ik vond dit wel een aardige passage, dus vandaar dat ik hem heb opgenomen. En kortweg zegt dat eigenlijk, er gaat heel veel tekst aan vooraf. Hè. Het is niet zo dat het Rijk per se altijd met die instructieregels, et cetera, die doorwerking wil verzekeren. Maar hieruit volgt wel hoe dat dan gaat. Rijk heeft volgens de WRO nu en de omgevingswet straks de mogelijkheid om via instructieregels of bijvoorbeeld een afzonderlijk instructiebesluit. Nou, dat laat ik even, dat is ook een instrument, een ander instrument dan die kerninstrumenten, maar is ook een instrument. Om die rijksbelangen te verzekeren in die provinciale verordening of het bestemmingsplan, straks het omgevingsplan. En als geconstateerd wordt dat die regels niet goed worden nageleefd, dan heb je dat instrumentarium van het generieke instrumentarium voor interbestuurlijk toezicht. Daarnaast zegt dan het antwoord, daarnaast kan het Rijk onder de omgevingswet met het projectbesluit de regels van het omgevingsplan aanpassen. En als het nodig is, verdere besluitvorming ter hand nemen om een project te doen realiseren. Nou, er wordt ook in diezelfde brief gezegd, hè, het is, de omgevingswet is een instrumentenkist. Dat kan leiden tot ingrijpen, maar ook juist tot terughouden. Hè, door juist het bieden van meer bestuurlijke afwegingsruimte op die, bij die decentrale overheden. Dus per aspect moet daar natuurlijk een keuze in worden gemaakt. En daar is natuurlijk al vaak in gekozen hè, vanuit het huidige beleid. En soms komt daar dan nog een verandering in. Met de NOVI of de rijksprogramma's die daaronder hangen. Ik ga u, of ik verwijs u op deze slide ook naar die Nationale Omgevingsvisie-site. Heel informatief. En op de website aan de slag met de omgevingswet staat ook het webinar aanscherping van de NOVI. Dat is ook heel leuk om te zien. Dat is dus wat er nu nog gebeurt met die NOVI richting die definitieve NOVI voor na de zomer. En dus daar zitten ook die nieuwe beleidskeuzes zitten daarin. En wat dat dan eventueel betekent voor het nieuwe stelsel.
Nou, dit is ook, u ziet mij even niet, maar dat komt omdat de tekst heel klein is op deze slides, dus dan kunt u het misschien beter lezen. Dit plaatje komt uit de ontwerp Novi. En ook hierin zie je eigenlijk die scheiding tussen beleid en normstelling terug. En wat je ook ziet, is dat dat cyclische proces van de Novi eigenlijk al loopt. Je ziet al dat als je kijkt naar die bestuurlijke afspraken bij Nieuw, zie je al dat de woondeals, regio-deals, nou, die zijn natuurlijk ook voor een deel, groot deel al gesloten. En je ziet ook dat dat dus, ja, ook, dat zijn afspraken en niet zozeer juridische doorwerkende instrumenten. Dat zijn wel juridische afspraken, maar dat zijn dus niet die, dat is niet die inzet van die instructieregels bijvoorbeeld. Bij wet en regelgeving zie je dus bij bestaand, dat is ook wel interessant, daar zie je dus staan het huidige recht, namelijk het BARO, dus het besluit algemene regelsruimtelijke ordening. En het gaat om die beleidskeuze, dat vergat ik nog even te zeggen, om enerzijds te investeren in een aantrekkelijk gezonde en veilige leefomgeving. En anderzijds natuurlijk het wel bevorderen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. En daar zit ook die omgevingskwaliteit natuurlijk achter. Terug naar die wet en regelgeving. Daar zie je dus in het kolommetje bestaand, zie je daar dus huidig recht, maar ook al toekomstig recht, besluitkwaliteit, leefomgeving. En daar zie je dus de regels opgezond die we ook al hebben en die we straks omgezet hebben naar het besluit kwaliteit leefomgeving. En dat gaat gewoon om de milieuregels bijvoorbeeld, hè, voor geluid of lucht. En het gaat ook om die regels die gaan over landschap of stedenbouwkundige waarden en bijvoorbeeld cultureel erfgoed. Denkt u aan de instructieregel voor het omgevingsplan om rekening te houden met cultureel erfgoed of werelderfgoed. Wat voor een deel ook door eerst via de provinciale verordening gaat. Dus daar zie je ook nog getrapte instructieregels. Om het verhaal nog even compleet te maken. Maar je ziet hier ook dus dat de niet-juridische middelen worden ingezet. Hè, de financiën, maar ook de kennis. Hè, er wordt heel erg ook op kennis ingezet. En natuurlijk uiteindelijk ook op communicatie. Hier heb ik het nog even uitgeschreven, de juridische doorwerking. Dus nogmaals, Rijksinstructieregels of alle instructieregels, ook die van de provincie. Dat zijn regels waarmee het ene bestuursorgaan een ander bestuursorgaan instrueert, hè, hoe het zijn taken en bevoegdheden moet uitvoeren. Bijvoorbeeld dus dat vaststellen van dat omgevingsplan. En je ziet hierin ook de keuze van het Rijk, van wanneer ga ik dat nou doen? Bij welke beleidsonderwerpen? Is het van nationaal belang? Is het bijvoorbeeld nationale veiligheid? Moet ik iets met defensieterrein? En die keuzes zijn voor een heel groot deel natuurlijk al wel gemaakt en die worden gewoon doorgezet. Maar je ziet ook dat er bijvoorbeeld ook de roep kan zijn, hè, ook vanuit de Tweede Kamer, om meer rijkssturing. Als het gaat om het aanjagen van de woningbouw of het gaat om landschapskwaliteit, dan zie je daar toch wel ook veel vragen over in het kader van de Novi. Maar ook weer die toets aan artikel 2.3 van de Omgevingswet, waarin die subsidiariteit en die proportionaliteit en ook dat doelmatigheidsaspect zit, wat ik helemaal aan het begin van de presentatie noemde. Wat dus ook interessant is om te zien, dat zag je ook in het vorige plaatje, is dat veel van die instructieregels die nu in het besluitkwaliteit leefomgeving staan, hè, zoals dat al gepubliceerd is geweest in 2018, en waar het invoeringsbesluit nog instructieregels aan toevoegt, daar zie je dus ook dat het vooral gaat om de implementatie van bestaand beleid. En onder die Novi gaat het, hè, wordt er heel erg gezocht naar wat is bestaand, wat moet er eventueel nog aangevuld en hoe gaan we dat laten doorwerken. Kiezen we daar een juridisch middel voor, een niet-juridisch middel, of laten we dat echt puur bij de decentrale overheden? Dat zijn allemaal keuzes die dan in het kader van de Novi en de eventuele rijksprogramma's die daar dan nog onder hangen, bijvoorbeeld verstedelijkingsprogramma's, gemaakt gaan worden de komende tijd. En dat kan er dus toch ook toe leiden dat bijvoorbeeld dat besluitkwaliteit leefomgeving op punten anders wordt of aangevuld raakt. Dat noemen we ook wel eens het BKL 2.0. En dat zou zomaar kunnen dat een half jaar na inwerkingtreding, dus maar medio 2022, er toch nog een aanpassing komt van het BKL. Ik krijg een vraag doorgestuurd van Jelle. Ik mis de omgevingsagenda's. Zijn dat eigenlijk ook niet een soort programma's? Nou, ik heb die expres een beetje buiten beschouwing gelaten, omdat daar nog wel een discussie over loopt. Je zou kunnen zeggen dat ze aan artikel 3.5 voldoen, maar het hoeft niet per se zo te zijn. Soms is een omgevingsagenda ook echt gewoon een setje afspraken
En eigenlijk ook het verdelen van taken en bevoegdheden tussen de verschillende bestuurslagen. Dus dan is het ook echt de vraag, is het daarmee een programma als bedoeld in artikel 3.5 van de omgevingswet? En moeten we die verplichtingen daaraan koppelen, zoals die participatie en die plan meer? Dus ik kan daar geen ja of nee op zeggen. Dat is dus heel genuanceerd. En het zal ook per omgevingsagenda verschillen of dat kwalificeert voor een programma. Of bijvoorbeeld ook voor de planmeerplicht. Dus ik hoop dat ik daarmee de vraag van Esther voldoende heb beantwoord. Anders hoor ik het wel via Jelle, als dat niet zo is. Ik ga nog even naar een ander voorbeeld. Duurzame verstedelijking. Wat ik hier heb gedaan, is dat ik dan naast elkaar heb gezet wat zit in de NOVI en wat zit in de sfeer. Hè? Dus nieuw en bestaand rijksbeleid. En je ziet in het bestaande rijksbeleid, de sfeer, zie je al dat daar ook dat aantrekkelijke vestigingsklimaat in zit. Maar ook de zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. En dat gaat echt om die duurzame verstedelijking. Wat je ook ziet is, maar goed, ik werk niet voor de NOVI, dus ik wil niemand het gras voor de voeten wegmaaien of uitspraken doen. Dus loop me er niet aan vast. Maar je ziet in het kader van de NOVI natuurlijk wel allerlei vraagstukken ontstaan. Hè, van hoe moet dit nou samengaan met omgevingskwaliteit? En als u helemaal naar de rechterkolom kijkt, dan heb ik daar wat vragen opgeschreven. En dan ontstaat bijvoorbeeld de vraag, moet er vanuit het Rijk bijvoorbeeld actiever worden gestuurd als het gaat om het verdozingsvraagstuk? Nou, misschien zult u zich afvragen, wat is het verdozingsvraagstuk? Nou, dat is de verdozing van het landschap. Je ziet her en der natuurlijk van die distributiecentra opkomen. En de angst is natuurlijk wel bij een aantal fracties in de Tweede Kamer, dat dat, zeker nu ook in die coronatijd, toeneemt. En dat je dus heel veel enkelvoudige locaties in dat landschap ziet ontstaan, waar dan 1 of 2 hallen worden gerealiseerd, waar pakketjes worden verzameld en weer verder worden verspreid. En je ziet dus heel erg die discussie ontstaan over van, hoe gaat dat dan? Hè? Dat is een zekere mate van verstedelijking. En hoe moet dat nou met die omgevingskwaliteit? Hoe moet dat nou met dat landschap? En dat zijn dus echt die nieuwe beleidsonderwerpen die onder die NOVI verder worden ontwikkeld. Hè? Waar bijvoorbeeld omgevingsagendas voor worden opgesteld, of een verstedelijkingsagenda voor wordt opgesteld. En je zou dus kunnen denken aan het instrument programma daarvoor, maar dat hoeft niet. Laat ik nog even kijken naar welke vragen er zijn. We hebben nog even tijd, we hebben nog ongeveer 10 minuten zie ik. Ik kijk nog even naar de vraag die Jelle nu heeft doorgestuurd. Artikel 2.3 geeft normen, vraagt Dick. Wanneer provincie of rijk bevoegdheden kunnen uitoefenen. Volgens mij geen rechtsbescherming op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. Hoe daartegen te verzetten? Gewoon niet doen en wachten op sterkere middelen van het Rijk. Ik meen de vraag zo te begrijpen, maar Dick, laat via Jelle weten als het anders is. Dat je vraagt naar, stel dat de gemeente het niet eens is met een instructieregel van het Rijk of een doorzetting van beleid vanuit het Rijk naar die gemeente. Ja, dat is natuurlijk toch niet helemaal anders. Die vragen hebben we eerder gehad. Het is niet heel anders dan onder het huidige recht. We moeten er natuurlijk wel van uitgaan dat iedereen zich aan aan de wet houdt. Maar als je bijvoorbeeld een projectbesluit over je heen krijgt als gemeentebestuur en je bent het daar echt niet mee eens, na alle afstemming die er is geweest en het Rijk heeft ook echt wel rekening gehouden met bevoegdheden en taken van de decentrale overheden. Maar heeft nou eenmaal een keuze gemaakt die niet voor alle gemeenten gunstig uitpakt. Dan zou je misschien zelf nog in beroep kunnen gaan als gemeentebestuur. Maar altijd dat overheden daar gewoon onderling goed uitkomen. En het gaat over het algemeen natuurlijk ook gewoon goed. Dus ik hoop dat ik daarmee een beetje een antwoord heb gegeven op de vraag. Het is nog even stil op de chat, dus ik
denk dat ik de vraag goed begreep. Nou, dat is fijn. Toch nog even over deze slide. Je ziet hier ook het huidige recht tegenover het besluit van de leefomgeving. En je ziet met name ter uitwerking van nummertje 13 onder de sfeer, dus beleidsdoelstelling 13, hebben we de ladder voor duurzame verstedelijking. Nou, dat kennen de meesten wel, denk ik. En die zit dan in het huidige recht en die is omgezet naar het besluitkwaliteit leefomgeving. En die zit in paragraaf 5154 van het besluitkwaliteit leefomgeving, zoals dat wordt aangevuld met het invoerbesluit. Maar nogmaals, er kan een vraag komen om meer rijksturing dat kan. Maar goed, ik weet niet hoe dat afloopt en of dan die ladder wordt uitgedraaid of dat het een ander instrument moet zijn om te zorgen voor bijvoorbeeld die landschapskwaliteit. Als het Rijk zich dat meer gaat aantrekken. Maar ik ga daar verder niet op vooruitlopen. Maar je zou dus kunnen zeggen dat het programma dus een heel mooi instrument is om uiteindelijk die landschapskwaliteit met elkaar voor elkaar te krijgen. Dus daarmee wil ik dan toch zo'n beetje afronden. Ik ga vast naar de volgende slide, maar ik stel hier toch nog een laatste polvraag. Dit allemaal gehoord hebbende, denkt u het instrumentprogramma te gaan gebruiken? Ik ben benieuwd. Nou, de uitkomst is zeer bemoedigend. 88% zegt ja en 12% zegt nee. Nou, ik vind dat een mooie uitkomst. Ik hoop dat dit webinar daaraan heeft bijgedragen en dat ik iets van mijn enthousiasme over het programma heb kunnen overdragen aan u. En ook een beetje overzicht heb kunnen geven over welke vereisten er gelden. En welke er ook vooral niet gelden. En ook niet bang gemaakt voor participatie of de plan meer. Dat hoop ik vooral niet, want dat hoeft helemaal niet. Dan de laatste slide, die is een beetje saai, want het gaat over overgangsrecht. Maar dat moet u toch even weten. Verplichte programma's, daar is echt helemaal uit en treuren is daar overgangsrecht voor gemaakt in het invoeringsspoor. Omdat de oude programma's van Europa, die moeten wel kunnen doorlopen onder de omgevingswet. En die Europese regels zelf, die bepalen de datum waarop vernieuwing nodig is. Dat is eigenlijk vrij simpel, dat kun je gewoon teruglezen. Die onverplichte programma's, dat is wel een interessante. Daar geldt geen standaard overgangsrecht voor, maar er is wel een soort gelijkstellingsartikel. Die zegt dat programma's die vastgesteld zijn op of na 23 maart 2016, en dat was de publicatie van de omgevingswet in het Staatsblad, en voldoen aan die criteria, ik noem even artikel 3.5, want daar hebben we het over gehad, dan is dat ook een programma onder de omgevingswet. Maar, zeg ik daar ook bij, het is niet zo dat oud beleid zomaar vervalt. Je zult wel moeten kijken, denk ik, richting je omgevingsvisie en richting je programma's, wat je gaat doen met huidig beleid. Maar het is niet zo dat oud beleid, dat dan niet wordt opgenomen in de omgevingsvisie, een ontkenning, dat geen betekenis meer zou hebben binnen jouw organisatie. Maar toch is denk ik het heel slim, ook uit hoofden van transparantie en kenbaarheid, om daar heel duidelijk over te zijn in zo'n programma of in je omgevingsvisie. En dat doet de NOVI ook, die heeft een bijlage waarin al die huidige beleidsdocumenten van het Rijk staan opgezond. En daar kun je dan uit afleiden wat er met die beleidsdocumenten en met bijvoorbeeld het strategische beleid daaruit is gebeurd. Dit is wat ik had voorbereid. Ik heb nog tijd, zie ik, om naar wat vragen te kijken. Jelle stuurt mij een vraag door van Marion. Als een gemeente in feite een programma uitvoert, maar dit niet als zodanig heeft herkend, kan een burger hier dan een rechtsmiddel inzetten? Bijvoorbeeld omdat participatie niet is gevolgd. Dat is een goede vraag, want ik ben in al mijn enthousiasme nog vergeten te vertellen dat tegen zo'n beleidsdocument, zo'n zelfbindend instrument, geen rechtsmiddel openstaat. Dat is ook die scheiding tussen beleid en normstelling. Dat impliceert dus ook dat er geen bezwaar in beroep openstelt staat. Maar ik ben jurist, dat was u al wel opgevallen. Ik ben te veel jurist om te zeggen dat dat dus helemaal geen gevolgen heeft en helemaal niet kan worden aangevochten. Dat kan natuurlijk wel in het kader van een concreet besluit of het omgevingsplan. Als daar het beleid vanuit het programma niet goed in is omgezet, kan dat wel degelijk leiden tot een
honorabel beroep. Of er wordt in strijd met het beleid in een programma een vergunning verleend, dan kan een burger daar toch met het beleid in de hand wel tegen opkomen. Je mag wel afwijken van je beleid, maar je moet daar een hele zware motivering onder zetten. En ja, dan kan het zijn dat die motivering niet deugdelijk is. Dus ook als je dus, even terugkomend op die vraag, als gemeente in feite een programma uitvoert, maar dit niet hebt herkend en dan geen participatie hebt gedaan, nou, dan op zichzelf denk ik niet dat het niet doen van die participatie leidt tot een gegrond beroep. Dat is wel heel, heel ver verwijderd. Maar het kan wel degelijk zo zijn dat bij een concreet besluit, wat je uiteindelijk neemt, bijvoorbeeld dat dus toch weer de vaststelling van het omgevingsplan, dat je dan die belangen niet goed hebt afgewogen. Omdat je wel degelijk rekening had moeten houden met belangen die eigenlijk al bij een programma hadden kunnen worden ingebracht. En die ongetwijfeld opnieuw bij dat omgevingsplan worden ingebracht. Dus dan kan je ze alsnog meenemen. Maar het kan dus wel enige consequenties hebben. Dus dank voor de vraag, want dat is wel een mooi punt. Jelle, zijn er nog andere vragen of zijn we hiermee klaar? Want dan zijn we precies binnen de tijd klaar. Dan ga ik het afronden. Dank u wel voor uw aandacht. Ik vond het een beetje raar om geen live weerwoord te krijgen. Maar ik vond het fijn dat Jelle op de achtergrond zat om mij af en toe wat vragen door te sturen. En ik hoop dat u het leuk vond. En u kunt het nog een keer terugkijken op de website van Aan de Slag met de Omgevingswet. En daarop staan ook allerlei andere handige tools om te gebruiken richting inwerkingtreding van het nieuwe stelsel. Dank u wel en een fijne dag verder.